In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het derde kroonjaar is 170 jaar Portugese immigratie in Suriname. Vandaag 15 augustus. In het tweede en laatste deel van de serie vandaag praten we over de nalatenschap van deze groep. Het verslag is van Arantxa Swedu. Aan de nalatenschap van de Portugezen uit Madeira is te merken dat zij een hele belangrijke toevoeging zijn voor Suriname. Kijk maar naar de handel, sport, landbouw en andere sectoren van ons land, waar haast een aantal van de nazaten te herkennen zijn door de stempel die zij hebben gedrukt. Nazaat Esteban Cross meent daarom dat het neergezette werk van deze groep niet ongemerkt kan gaan. Ik denk dat het gewoon voor ons heel belangrijk is dat we al onze groepen van die gezamenlijk Surinaamse volk maken, dat we dat allemaal kennen. Want iedereen is belangrijk. Iedereen telt mee. En iedereen zijn voorouders moeten genoemd worden. Want ieders voorouders, ook die vanuit Madeira, hebben offers gebracht. Hebben heel veel moeten lijden. Ook bijvoorbeeld bij deze immigranten van de Portugezen uit Madeira, was de helft van ze binnen een paar jaren dood. En dat zijn de offers die ze brachten om te komen in een land waarvan je het klimaat niet kent, waarvan je de taal niet kent. Maar je hoopt één ding, namelijk voor je kinderen en je kleinkinderen en je nageslacht een betere toekomst te vinden. Cross zegt dat door de groei van de Portugezen er duidelijk gesproken kan worden van integratie in de Surinaamse samenleving. Familienamen als Teixeira, Dos Ramos, Rodriguez, De Faria, zijn heel wat namen, Miranda, Moniz, zijn allemaal namen die gewoon gewone Surinaamse familienamen zijn, maar die hebben roots bij Madeira. Daarnaast kom je ook heel wat mensen tegen die door de integratie een andere familienaam hebben. Maar waarvan een of meerdere van je grootouders of je vader of je moeder van die Portugese afkomst is. Ook zegt Cross dat het voor elke Surinamer belangrijk is om de geschiedenis van ons land te kennen. Dit zal bijdragen aan het hebben van meer respect voor elkaar en het vormen van een betere eenheid. Het is fijn dat je dat stukje kan vertellen, zodat we met z'n allen weten, we zijn een mooi volk, we zijn een boeiend volk, we hebben heel veel achtergronden. En als we alle achtergronden koesteren, worden we alleen nog maar sterker als Surinamers. We gaan meer begrip en eenheid en verscheidenheid hebben. En iedereen voelt zich geteld. Want u kunt zich voorstellen, als er gesproken wordt over contractarbeiders, mensen die onder erbarmelijke omstandigheden als contractarbeider hier gewerkt hebben, en er wordt nooit gesproken over Portugezen uit Madeira, voel ik me ook een beetje verdrietig, want dan denk ik, ja, maar ik denk aan opa en oma en ik denk aan anderen van die groep. Dus dan is het fijn als we allemaal alle groepen kennen. Je hoeft niet alles van elkaar te weten, want oh ja, we hebben ook veel andere dingen te doen in het leven. Maar een beetje wat van Suriname, ons Sweetie Serenang is, dat is alleen maar boemsani, gewoon goed voor ons allemaal.